Hoi, fijn dat je weer afstemt voor een nieuwe blindproof iOS. Deze week ga ik een vervolg breien aan de video van de vorige aflevering, waarin ik een paar nieuwigheden van iOS 16 naar boven haalde. En onder andere toegangsscherm, de weer-app, een kleinigheidje in Safari en de gezondheid-app, hoe je daar medicatie kan toevoegen. Die video kan je terugvinden in de kaarten bovenaan rechts momenteel. Je kan ook wachten tot het einde van deze video, zou natuurlijk wel leuk zijn. En dan staat daar een linkje naar de video van vorige week. Nu, in deze aflevering gaan we vooral kijken naar de mail-app, omdat daar wel een grote verandering in gebeurd is: namelijk het uitgesteld verzenden van mails. In de berichten-app kan je ook berichten gaan aanpassen of terughalen. En we gaan nog een klein gaatje bekijken in de foto-app, wat misschien wel een leuk weetje is. Nu laten we er snel aan beginnen. Dat we deze video ook niet te lang maken. Zo, ik zit hier nu in mijn nieuwe mail. Ik heb al het genoegen genomen om een nieuwe mail te starten. Ik ga een mailtje sturen naar mezelf, een testmailtje om jullie dit duidelijk te maken. Als jullie niet weten hoe je een mail moet verzenden of opstarten, dan wil ik daar nog wel eens een uitgebreide video over maken. Maar dit is uiteindelijk voor mensen die toch al wel weten hoe ze een mail moeten opstellen en versturen. Nu, als we dan linksbovenaan gaan beginnen, annuleer, knop, hebben we het knopje annuleer. Als we dan naar rechts swipen, uitgesteld verzenden, koptekst. Dat is het onderwerp dat ik ingevoerd heb. Verstuur, Dan knop. hebben we het knopje verstuur. Aan, aan, Kenny de Mulder. Tekstveld. Voilà. En daar hebben we dan onze invoervelden. Maar het gaat uiteindelijk om verstuur. knop. Als ik nu weer al de Force Touch, zoals in de vorige aflevering, dus dubbel tikken en de tweede keer vasthouden, dan gaan we een paar opties krijgen. Sluit contextmenu. Knop. Knop. Als we dan bovenaan gaan voelen, dan hebben we inderdaad sluit contextmenu. Sluit contextmenu. Stuur nu. Knop. Klein beetje naar onder, dan heb je stuur nu, maar ik kan even goed dan gewoon op verzenden dubbel tikken. Stuur vanavond om 21. Knop. Dan gaat hij een paar suggesties geven. Het is ondertussen al later in de namiddag, dus hij gaat altijd een paar uur verder. Stuur morgen om 8. Knop. Dat is wel standaard de volgende dag om 8 uur. Stuur maandag om 8. Knop. We zijn ondertussen zaterdag, dus dan gaat hij zeggen van stuur het een maandag, blijft ook hetzelfde, dat is meestal uh, de begin van de volgende werkweek. Stuur later. Knopje dan Knop. heb je stuur later. Als je daarop gaat dubbeltikken. Vrijdag 2 september. Mail. Annuleer. Knop. Stuur later. Gereed. Dit bericht wordt door dit apparaat op de door jou gekozen tijd afgeleverd. Zorg ervoor dat dit apparaat online is om ervoor te zorgen dat het bericht wordt afgeleverd. Dat is natuurlijk wel cruciale informatie. Als je het uitgesteld wilt gaan verzenden, moet je inderdaad wel toegang hebben tot ofwel mobiele data ofwel wifi. En nu kunnen we dus een datum gaan kiezen. Stuur. 24 september 2022. Knop. Uitgevouwen. 15.58. Knop. Samengevouwen. Dus hij zegt de datum uitgevouwen en het uur samengevouwen, omdat het nu de datum open staat. Maand. September 2022, donderdag 1 september. Knop. Donderdag 22 september. Knop. Woensdag 28 september. Knop. knop. Bijvoorbeeld woensdag 28 Geselecteerd. september. Geselecteerd. Woensdag 28 september. Dan ga ik terug bovenaan beginnen om naar. Stuur het later. Te gaan. Gereed. Dit bericht wordt gestuurd. 58. Als we de datum gekozen hebben en we willen het uur gaan aanpassen, dan zal je nog eventjes moeten wachten. Hij sprak daar juist dat het samengevouwen is en in principe zou je het moeten kunnen openvouwen. Maar dat kan momenteel klaarblijkelijk nog niet. Ik heb het vorige keer ook gemerkt. Dus dat blijft staan op het uur dat het op dit moment is. Dus de datum kan je gaan aanpassen. Het uur momenteel nog niet. Ik hoop dat die bug er wel uit gaat. Maar ik vermoed dat dat voor de volgende versie er wel zal uh, inzitten. Dus dan uh, kunnen we gewoon op stuur. Dit bericht wordt door dit apparaat op, de... op stuur gaan duwen. En dan gaat hij het op de jouw gekozen datum en uur gaan verzenden. Annuleer. We Knop, dat ook Annuleer. annuleren. En dan kunnen we eventueel nog een van de andere opties gaan aanklikken. Of gewoon op verstuur gaan duwen. Dus als je gewoon dubbel op verzenden. Dan gaat hij het automatisch op dat moment verzenden. Dubbel maar vasthouden. Kan je uitgesteld gaan verzenden. Ik ga hier nu, nu ben Knop. ik in de berichten app. En je kan een bericht dat je verstuurd hebt gaan verwijderen. Net zoals dat je dat ook kan doen in WhatsApp, onder andere. Nu, als je dat gaat verwijderen, dan ga je dan natuurlijk te zien krijgen dat het bericht verwijderd is. Je kan een bericht ook gaan aanpassen zolang de persoon het niet gelezen heeft, dan kan je het gaan terughalen. Dus als ik nu een conversatie met Peter heb ik hier openstaan, ik ga mijn laatste berichtje. Bericht jouw iMessage. Ik op de ik bus. Naar boven sleep. of naar beneden kan ik gaan slepen. Meer, vertaal, kopieer, antwoord, reageer, activeer, stand, sleep. Meer. Kan ik op meer gaan duwen. Geselect knoppenbalk, verwijder, En dan Knop. links beneden het knopje verwijder. Verattentie, verwijder bericht, annuleer. Knop. Annuleer. Verwijder bericht. Knop. En dan krijg ik verwijder of annuleer. Dan gaan we op verwijder. Apps. Foto's. Knop. Bericht. Peter Janssens. Ik zit op de. Verstuurd met Siri. Knop. Verticale schuifcamera. Knop. Ah, en nu is mijn berichtje weg. En zo eenvoudig is dat. Ik denk dat Peter nu wel gaat zien dat het berichtje verwijderd is, maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Nu in foto's was er ook nog The iets. we dus Social Net even Multimedia naar Map. Foto's. Als we naar albums gaan, dan, balk. Geselecteerd. Albums. tab. 3 voilà, van 4. Open. Dan heb je uh, eerst een hele reeks uh, albums staan. Bij mij zijn dat er nog wel een paar meer, omdat er een paar uh, extra tussen staan. Pagina 3 van 4, platbal, recent verwijderd. Helemaal onderaan Knop. hebben we het album recent verwijderd. Dat is nu beschermd met face-id of vingerafdruk. Um, waarom, Dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed, maar enfin, het is, zit er in ieder geval in. Um, in ieder geval mochten er dubbele foto's op je toestel staan en je wil wat plaats besparen, dan staat er normaal een knopje tussen je albums met uh, dubbele afbeeldingen. Als je daarop gaat klikken, dan ga je die kunnen uh, bekijken en daar kan je al je dubbele gaan weghalen en uiteindelijk zo plaats gaan besparen. Nu heb ik dus gemerkt, als je geen dubbele niet meer hebt staan op je toestel, dan gaat het mapje automatisch weg. Maar het uh, kan dus in foto's je dubbele kan je er gaan uithalen. Dat was het voor deze keer. Zeer kort, maar uiteindelijk uh, toch wel interessant, denk ik. Fijn dat je tot op het einde van deze video geraakt bent en nu je hier toch bent. Heb je nog eventjes de tijd om op het like-knopje te duwen? Je kan natuurlijk ook nog abonneren als je het nog niet gedaan hebt. Je kan een playlist bekijken die je aan het bekijken was. Of je kan nog een suggestie van video bekijken. Bedankt en tot de volgende keer.